Geen buitenspel Tadić. Tadić, Traoré. Hij heeft hem te pakken. Hij heeft hem te pakken. Ja, kijk. In zo'n wedstrijd met drie basisdebutanten en als dan uitgerekend middenvelders als Ekkelenkamp en Gravenberg al gescoord hebben in zo'n wedstrijd. En jij als spits nog niet. En dan ben je dus echt blij als het inderdaad ook gelukt is. Tadić. Van de Beek en Traoré. De vlag blijft omlaag. Er wordt wel gekeken. Want was het geen buitenspel? Voorlopig telt hij in ieder geval. Deze telt gewoon Traoré met de 2-0. Anthony. Was het Anthony Traoré 2-0. Goeie kopbal van Traoré na een werkelijk andermaal. Perfecte voorzet van Anthony. Die legt ze toch met zijn linker wel heel gemakkelijk neer daar. Tijd en ruimte krijgt hij weer Traoré van die toch zo ervaren Schmitz. Die is 32, 100 Bundesliga-wedstrijden, maar staat hier als een amateur te verdedigen. Loper is daar geen sprake van. Anthony. En daar van dichtbij 3-0. En nu is het Traoré die hem binnenwerkt. Maar is het buitenspel? Nou, vooralsnog mag iedereen hier elkaar feliciteren. Heeft Traoré zijn 7e van het seizoen te pakken. En heeft Ajax na 38 minuten spelen een 3-0 voorsprong te pakken. Noah Lang. Weer met een leepballetje. Nou, is het nu dan wel raak? Jazeker! Lassina Traoré rond deze kans wel af. En zo jong Ajax op 4-2. Mooi aangegeven door Lang. Lekker meegenomen door Traoré. En daar Traoré. Zo! Dat is meteen de 1-0. Lassina Traoré. Dat is uithalen. Met z'n tweeën dicht bij elkaar als die bal doorschiet en snel en hard en loepzuiver geschoten. We zien dat Traoré en deze bal van David Neres. Anthony scherp en daar ligt hij er dan nog in. Traoré op zijn 4e. 0 tegen 9. Oktober 2020 voor een historische middag. Ik dacht dat Ajax het Eredivisie record dat zelf in handen heeft. Al wankel aan het brengen is. Ajax snijdt er steeds makkelijker doorheen. Hier is Traoré en dan is het raak. En hoe makkelijk schiet hij die bal binnen. Zijn tweede, ook op koers nu voor een hat-trick. Ook op koers voor een perfect hat-trick nog. Deze Jasti met links in de bovenhoek. Fico. Hier is. Wacht op die bal. En daar gaat hij erin. Het is 2-0 voor Ajax. Traoré. Wat is het toch een geweldige trainer. Die Ten Hag. Die Traoré. Na die 5 goals in Venlo. 3 assists daar in de koel. Nu verovert hij ook het Gewies stadion. Hier heeft Neres wat vertraging. Toch die bal goed voor. Op het lichaam van die keeper Sportiello. En die laat hem los. 30 seconden. Labiat. Positie kiezen voor de goal. Nummer 5 voor Traoré. 0 tegen 13. Kijk eens de gretigheid waarmee hij die bal binnenloopt. De 24e keer dat de speler in de Eredivisie er 5 inschiet in één wedstrijd. Daniel Malen was de laatste die dat voor elkaar kreeg. En nu dus deze Traoré uit de Burkina Faso.